Oh, die was vies. Oh, ho, ho, ho. Ik weet niet hoe ik die headshot gaf, maar die was vies. Yo guys, top dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Ik wilde jullie even melden dat ik mijn camera soort van terug heb. Ik heb hem verzekerd, dus ik heb hem weer teruggekregen van de verzekering. Het is niet mijn oude, maar wel gewoon een gloednieuwe. Dus we kunnen weer met mooie kwaliteit, met een leuke hoofdje gaan filmen. En daarom zou ik het gewoon super chill vinden als jullie even een blauw duimpje mogen doen en abonneren op mijn kanaal. Ik weet dat super veel mensen niet zijn geabonneerd op mijn kanaal. Niet dat rode dingetje. Geen zin om daarop te drukken, maar ik doe dat alsjeblieft. Dat zou super fijn zijn. Dan kunnen we namelijk snel naar de 400.000 abonnees alweer. Verder ga ik nu een lekker potje Fortnite spelen. Dit is mijn eerste potje Fortnite die ik ga opnemen voor seizoen 10. Dus ik zeg, laten we in de game gaan. Let's go. Alright, ik ben in mijn potje aangekomen. Ik denk, ik ga gewoon een keertje naar Dusty. Daar gaan hier andere mensen ook heen. En ja, het is back. Dus ik had zoiets van, ergens heb ik zoiets van, ik moet het doen. Is hier iemand naar binnen gegaan? Of niet? Ik hoor van allerlei mensen. Is er ook één dood gegaan? En daar waren we alweer bijna dood. Je had echt een gekke wapen. Ik moet wel even meteen healen. Even snel healen, anders ben ik meteen dood. En er zit nog in de andere. In dat andere ding zit ook nog iemand. In die. Ik weet niet hoe die heet. Hoe noem je zoiets? Hoe noem je zo'n ding? I don't know. Minis mee. Zo. Hier was nog iemand. Hallo? Nee? Niet? Jawel, zie je? Er is iemand hier geweest. En ik hoor hem. Hij zit hier links. Maat, en dan ben ik weer bijna dood. Waarom hebben jullie allemaal gouden wapens? Allemaal. Gadverdamme. Oké, dit is wel even, dan wel even lucky voor mij. Dat ik een medkit krijg. Maar iedereen. Alleen maar gekke gouden wapen. Dat ding is dichtbij. Yikes, dat monster is dichtbij. Snel medkit erin pompen. En dan gaan we kijken of we dat ding kunnen opblazen of zo. Maar laat even weten in de reactie wat jullie van het monster vinden. Ik vind het echt. Nou, eigenlijk iedereen wel. Die wil hem er wel uit hebben. Want het is een beetje overpowered en hinderlijk tijdens een normaal potje Fortnite. Als je een ding tegenkomt. Want als er twee mensen in zitten, dan kan je er niks tegen doen. Dan is het echt, dan is het klaar. Dan moet je rennen. Zo. Die. Die. En die, dankjewel. Even kijken, waar is het ding? Hij was hier net in de buurt. Misschien is hij alweer een beetje weggegaan. Ik hoor hier nog een kist trouwens. Staat hij hierboven? Ja. Ik heb hier nog nooit geloot. Ik zeg jullie heel eerlijk. Ik land hier wel, maar ik heb hier nog nooit eerder echt geloot. Ik neem het zo mee. Hier nog een beetje hout. Dankjewel. Oké, let me check. Daar zijn twee mensen. Meteen heen. Boom. Nee. Oh, jammer. Dankjewel. Wat heb jij nog? Nee, dat hoef ik niet. Wat? Wie? Waar? Auw, waar dan? Jezus, hij staat helemaal erboven. Hoe heeft hij zo'n goede aim? Mini. En die. Ik ga gewoon één keer de revolver meenemen. Vind ik wel leuk. Het is een leuk wapentje. Ik weet niet of die guy daar nou nog steeds zit. But I'm coming for you, mate. Als er een robot komt, gaan we hem misschien wel gewoon pakken. Oh, oké, hij staat daar boven nu. Je hebt me niet kunnen aimen. Nee, oké. Okay. Heb ik nog steeds niet gezien. Ik ga helemaal omlopen. Hopelijk gaat hij niet helemaal omhoog. Dankjewel. Er zijn hier meer veel mensen, man. Holy shit. Granaatjes meenemen. Ik heb toch een slot over. Daar staat er één.
Woe! Boom! Boom! Oh, nee, 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 kom eraan. Ah, hij heeft Chuck Splash, really? Maakt niet uit, maakt niet uit. We gaan hem pakken. Ik heb confidence in dit potje. Hij gaat hier opstaan, oké. Okay. Leuk voor jou. Waarom kan ik hem hier niet bouwen? Wow, jij dief naar beneden. Kom hier. Oh! Ik echt jongen, soms heb ik een aim zo bagger slecht. Terwijl ik echt... Jongens, ik heb al zoveel wins in dit nieuwe seizoen. Ik speel zo lekker. En dan ben ik er zo scheef in video's. Ik heb het gevoel dat ik de laatste tijd, zeg maar, in video's slecht aan het worden ben of zo. Als dat kan. Ja, het kan wel, maar... Dat willen we natuurlijk niet. Hey, maar ik leef nog. Daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Dat we gewoon nog leven. Dat hierboven een kistje ligt. Daar gaat het om. Volgens mij word ik in ieder geval een kistje. I'm not 100% sure of my business of my case, but I think that upstairs there... Oh nee, iemand heeft daar wel gehakt. Ik dacht dat ik dit in ieder geval hoorde. Misschien zit er later een nieuw in dit huis. Let me check. Hallo? Is er nog een kistje? Nee, zeker niet. Zeker niet. Waar gaan we nu heen? Ik hoor... Is dat dat monster? Ik denk dat ik iets hoor, maar ik weet het niet zeker. Ik zie daar in ieder geval minis liggen die we even gaan meenemen. Those are mine, because otherwise ik ga dood. Ja, ik hoor hem. Toch? Of is dat... Oh, dat is dit ding boven mij. Ik denk al, wat hoor ik nou de hele tijd? En hoeveel zijn het er? Oh, het zijn er 3, wat chill. Heel erg lekker dit. Ik weet niet waar die kogels in één keer vandaan komen, maar dat was heel eng. Die kwamen uit niets, wat de fuck? Ik kreeg in één keer uit niets heavy bullets. Dankjewel. Dankjewel, God. Voor het brengen van die kogels. Oké, okay, is er iemand geweest? Jongen, vroeger jongen, bij het begin van het spel. Boven deze deur zaten zo vaak traps. Niet normaal, dus daarom kijk je daar altijd even naar. En leven ook nog bizar van mensen. Wat heel erg fijn is. Wat inhoudt dat ik in ieder geval nog meer kills kan pakken. Er stond search op. Wat bedoel ze daarmee? Daar was ik iets te laat mee. Ik weet niet of hier nog iemand vandaan komt. Durf het niet te zeggen. We zullen van zelf wel iemand weer tegenkomen. Oh ja, hier. Yo. Oeh. Zo, ik bouw lekker hier. Oh, die was vies. Oh, ik weet niet hoe ik die headshot gaf, maar die was vies. Woehoe. Wat was dat door de muur of zo? Ah, ik zou als ik hem was zo boos zijn. Hé, ik zag daar hout gebouwd worden. Oh, man. Oh, ik ga naar hun toe wel. Oeh, ja, lekker. Love it. Kijk, dat was lekker. Ook was het een beetje chaotisch. Het was wel heel erg lekker. Nee, ik wil die slurp. Dankjewel. Nee, de slurp. De slurp. Dank je. Zo, dat was moeilijk. Oké, ik zit even na te denken. Ik ga nou deze gouden pump wel houden. Normaal wil ik altijd de pump shotgun. Maar hij is groen en dan denk ik van, nou, dan is hij het niet waard. Dus we houden hem zo.
Lekker, zit het wel weer op 8 kills. Dit gaat de goede kant op. Ik denk dat hier verder niemand meer zal zijn. En dat we best wel ver moeten gaan. Dus we pompen er maar weer eentje. Hutskee. Ja, we moeten best wel ver. Misschien dat we nog onderweg iemand tegenkomen zou leuk zijn. Maar ik denk het niet. Don't think so. Alhoewel daar is gebouwd. Maar zie ik ook niemand. We moeten ook weer niet te overmoedig worden. Hè? Dat kennen we ook allemaal. Dat Torb weer iets te veel zin heeft om mensen te killen. En dan wordt het ze dood. Dat weten we allemaal. Oh, ik hoor daar schoten. Ik hoor daar schoten. Yo. Is toch hier of niet? Niet hier? Oh. Er zijn er gewoon twee. Wat de hel? Wat de hel? Stream snipers of weet ik veel wat het zijn. Why? Waarom zou je tegen elkaar... Oh. Nu heb ik er geen HP. Misschien nog een betere AR of zo? Nee. Ik schrok even omdat ik hier boven een robot hoorde. Dus ik was een beetje... Beetje gestraast. Beetje maar. Ik weet niet of hij er nog steeds is. Ik denk het niet. Oeh, maar geen stress meer. Geen stress meer. Misschien waren ze allebei aan het hiden. Maar dan lijkt me heel... Oeh, lijkt me heel sterk. Imagine. Ik weet niet waar jij ver door hebt. Dat ik hier... hij zit gewoon achter die boom, hè? Oké, hij heeft nu al gebouwd. Ah, nee. Shit, dat was ik net op tijd. Heb ik hem? Nee, ik heb hem niet. Kut. Nu heb ik hem wel. Top. Ik neem deze mee. Oh, ik hoopte zo erg hard dat ik hem daar had getrapt net. Zo. Je hebt een chuk-chuk. Oh, heel chill. Die gaan we even innemen. Zo. Oké. 11 kills, 8 mensen te gaan. We kunnen best nog wel wat kills pakken. Ik ben alleen echt heel veel bouwmateriaal kwijt aan deze dude. Dat had ik misschien niet moeten doen. Maar hé, we gaan lekker. We hebben 11 kills. We gaan lekker. Mag ik deze minicun meenemen? En hoeveel launchpads hebben ze nog? We hebben nog 4 launchpads. Die ga ik gewoon meteen weer gebruiken. Top! Zou hier nog iemand zijn? Ja of nee? Ja, allemaal aan het doen, pik. Dankjewel. Nee, ik wist het! Ik wist het nog! Ik wist het nog toen ik erin viel! Oh! Torbe! Why? Ik wist het nog!
Oh, ik ben zo'n grote pannenkoek. Ik ben echt een grote pannenkoek. Jongens, ik zie jullie gewoon in de volgende game. Weer bij de laatste 10. Want ik wil gewoon nog een potje gaan winnen. Maar dan ga ik niet een heel potje opnemen. Maar gewoon, ik ga even lekker farmen en zo. En dan zie ik jullie bij het volgende potje gewoon op het einde weer, ja? Let's go. Oké, ik ben er weer. Sorry, ik heb. Ik zal de kill laten zien. Alleen ik had mijn camera nog niet aanstaan. Maar ik heb mijn eerste kill al gepakt. Zoals je ziet, ik heb genoeg bouwmateriaal. Echt meer dan genoeg. En er schoot net iemand op mij. En ik heb geen idee waar die. Oh, daar. Daar stilzitten. Oké, jij blijft niet stilzitten. Want je bent gekild door iemand anders. Naar persoon. Ik wil dit potje gewoon winnen, koste wat het kost. Dit wordt mijn potje. Dit gaat mijn gekke game worden. This is mine. Yo, heb je mij al door? Ik word omlaag gehaald. Yep. Even wachten, er zijn er twee tegelijk. We kunnen maar één tegelijk doen. Oh, je bent geraakt. Nou wil ik ook dat jij mijn kill wordt. Jij gaat sowieso healen nu. Oh, dat was dom. Dankjewel. Oké. Hem hebben we in ieder geval gekillt. Dat wou ik gewoon heel graag. Omdat ik wou hem niet laten wegkomen met dat ik hem op 150 hit of zo. Ik vraag me af of die guy daar beneden wat die aan het doen is. Oh, ik wou er bijna op springen, hè. Blijkt dus gewoon een campfire te zijn. Ik wou er bijna op springen als een launchpad. Oké, ik heb het gevoel dat die dude die, oh, net op mij schoot, dat die weg is gegaan. Ik ben in ieder geval door al mijn hout alweer heen. Nice! Nice, nice. Had ik allemaal zo mooi gespaard voor mezelf. En ben ik alweer doorheen. Nou, kom maar door met... Ik weet niet wat erin zit. In ieder geval, maak er iets gouds van of zo. Nee. Nee, helaas. Deze. Dankjewel. Het is al zo naar als ik zeg maar net een beetje omhoog moet editen. Omdat dat kleine muurtje er weer net staat. En hier ligt nog hout. Kijk, als deze guy gewoon hier per ongeluk full hout heeft laten liggen... Nee, not even close. Daarachter moet nog wel hout liggen dan, denk ik. Ja. Ik heb namelijk twee mensen gekillt en die hadden allebei volgens mij best wel hout, dus... Let me see. Waar is überhaupt iedereen? Is iedereen gewoon een Nokia of zo? Hier. Ik weet zeker dat deze de guy 999 hout is. Dus let op. Yup! Call to... Ja, hij kreeg zijn kill niet, maar hij had mijn ding kapot gemaakt. Mijn robotje, dat vond ik heel jammer. Ah, ik heb eindelijk iemand gevonden. Ik ga naar jou toe met de robot. Kom maar! You're mine, boy! Ik zie jou er helemaal achter. Speulen. Oh, waarom doe ik dit nou? Ik had de high advantage.
Dan, en dan van... Oh, ben ik zo weer pannenkoeken. Ga je nou maar naar beneden? Dank u zeer. Skilltje erbij. Ja, ik pak toch dat het mensen die gewoon een combat shotgun hebben. Ik weet niet, ik vind hem toch fijner. I love the pumpy. Pumpen kan je gewoon 200 HP. Nu heb ik hem niet 200 geraakt, maar op close range kan je hem gewoon one pumpen. En geloof me, dat is gewoon heel erg lekker. Oh, daarachter zijn ze sowieso aan het fight. Zijn er ook nog maar twee. Nog twee in deze huge ass cirkel, maat. Oké, wat zit hierin? Krijgen we nou iets leuks, goud? Nee. Helaas, hoeveel longshot heb ik? 7, oké, hallo. Daar gaan we dan ook maar gebruik van maken. Ah, hier. They are fighting, I guess. Of daar is dus net die guy doodgegaan. Oh, die longshot is geplaatst. Oh, daar naartoe, oké. In ieder geval waar naartoe. Ik kan dit redden. Ik zou dit potentieel gezien in één keer kunnen halen. Oeh, hij kan wel schieten. Nee. Dit kan heel lang gaan duren. Maat! Raak nou gewoon één kogel! Hoe kan geen enkele kogel raken als ik hem zo op hem schiet? Dit is echt niet normaal. Hij ook niet. Hij kan het ook niet. Dan! Hoe kan dat echt? Ik zweer, ik raak hem gewoon. Ik zweer, ik raak hem gewoon. Die andere zit links van mij, oké. Okay. Oh man. Maar jij weet ook niet hoe je moet raken in ieder geval. Oh, ik moet reloaden. Moet ik reloaden. Oké, okay, ik weet in ieder geval die andere dude zit. Die kan ik snipen. Als ik even mijn sniper erbij pak, kan ik hem killen. Dan is het alleen nog die 1 tegen 1. Oké, hij gaat lopen. Net op het moment dat ik op hem schiet. Nee. Laat me gewoon 1 kogel raken! Oh, wat irritant. Ja, en dan heeft hij hem gekillt. Gadver, jongen. Jongens, mag... Iedereen die zegt dat 1 assist zo super overpowered is. Echt. Praat niet meer. Oké, hè. Deze duurt wel goed hoor.
Is dude! Oh, man, dat was een spannend potje ook gewoon nog hoor. Maar ik heb hem wel gekild. Jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe een blauwduimpje omhoog. Abonneer beneden natuurlijk op mijn kanaal. En zie ik jullie morgen om 7 uur bij een gloednieuwe video, jongens. Later.